De winnaar van de tweede Altena Cup is voetbalvereniging Almkerk. Tweede is Kozakken Boys onder de 23. Met dit doelpunt maakte Almkerk de 3-0 op het sportpark in Giessen. We kwamen al best wel snel op 1-0 voorsprong. Dus daarna was het eigenlijk vooral uitspelen, zeker als je de 2-0 maakt. Natuurlijk wel een lekkere goal, mooie goals. En 0 tegen heel het toernooi, dus het was redelijk stabiel. Een goed toernooi. Kozakken Boys deed niet mee aan het toernooi met het eerste elftal van de voetbalclub, maar met het team onder de 23. Het eerste gaat nooit meedoen natuurlijk, maar het zijn wel jongens die potentie hebben, jongens die hoger op willen. Maar dinsdag al gewonnen 1-0 van ze. Vandaag vond ik ze eigenlijk iets beter, maar wij scoorden op het juiste moment en het was eigenlijk vrij snel klaar. Hoe is dat nou zo'n toernooi met alleen maar clubs uit de gemeente Altena? Ook vaak waarschijnlijk wel een beetje bekend. Ja, zeker. Ja, op zich wel, tuurlijk. Het is alleen jammer dat je soms tegen ploeg uit je eigen klasse speelt. Maar zo'n toernooi is altijd leuk. Zeker aan het begin van het seizoen. Je duwt ritme op, je speelt veel wedstrijden. Dus, ja. En het is prima geregeld. Dat is ook nog echt wel een compliment naar de organisatie. Het is een leuk toernooi, 100%. Ja. Je start van het seizoen? Zeker. Ja, we zijn goed begonnen. We hebben eigenlijk nog geen pot verloren. Hier doen we het goed. Dus gewoon voortborduren op dit. Het is natuurlijk lastig, je bent pas net begonnen. Maar ik zie het de toekomst goed in. Ja, zeker. Ja, zeker. Klein biertje doen en hier in de kantine. Blijf leuk hier winnen.